Ja, aan tafel zit Rutger Hauer en Egbert Stellink. Egbert is één van de hoofdpersonen in het drieluik De Stoel van de Laatste Jaren. Een 360 graden documentaire. En dat betekent dat je in de bioscoop deze virtual reality bril krijgt. En als je die opzet, zit je ineens in een stoel midden in de keuken van Egbert. En ben je dus op de boerderij waar Egbert al 91 jaar woont. En terwijl je daar zit, op Egbert zijn stoel, kijk je hoe Egbert zijn dag doorbrengt en hoor je hem terugblikken op het leven, op het ouder worden. De film deed het heel goed op het ITVA en de Engelstalige versie is al geselecteerd voor de filmfestivals van Toronto, Tel Aviv en het zeer prestigieuze Tribeca Filmfestival in New York. En de stem van Egbert in de internationale versie is die van Rutger Hauer. Egbert, welkom. Ik ben een klein beetje doof. Ja. Dan moet je langzaam en duidelijk praten. Dat ga ik doen. Kan dat doet? Ja. Kunt u mij nu goed verstaan? Ja. Oké. Welkom in De Wereld Draait Door. Ja. U heeft geen televisie? Nee. Nooit gehad? Nee. U woont al 91 jaar in hetzelfde huis? In hetzelfde huis dat ik geboren ben in de Bedstee. Op Beddenstro. En loop me geleid op mijn leemvloer. Ja. Het was allemaal leem in voorhuis en het achterhuis. Het was allemaal leem. En zo ben ik loop me geleid. Nooit verhuisd? Nooit verhuisd, nee. Altijd op dezelfde plek gewoond en ik woon er nog. Met een vrouw? Nee. Nooit een vrouw? Nooit een vrouw, nee. Ik ben vrijgezel. Ja. Nooit zin in een vrouw gehad? Nee. Af en toe. Nou, af en toe, maar ik kom eens zeggen. Het is maar zo gelegen. De jaren die gaan voorbij en dan ga je wijs terugdenken. Hè? Mm-hmm. Ja. Kijk, nu is er wel een beetje, een klein beetje spijtig dat ik geen vrouw heb. Maar ja, het is niet anders. Nee. Wij leven zo. Ja. Zeker. En zo ben ik altijd geleefd. Ja. En vroeger natuurlijk altijd met de hand gewerkt. Allemaal met de hand gewerkt. Mm-hmm. Want ik ging van school en dan zeggen anderen. Je moet naar de HBS of naar de MULO. Maar daar was er toen niet bij. Nee, mijn vader was blij dat hij die zoon van de school afving. Want mm-hmm. Ja, werkkracht. Anders moest er weer een knecht bij. Mm-hmm. Ja, we hadden ontzettend veel bouwland en zo. En dan moest alles met de hand gebeuren. Begrijp ik. Ja, zeker. En wij kunnen door deze prachtige film van Anke Teunissen en Jessie zit ernaast, hè, van jullie twee. Kunnen wij in uw huis kijken? Beetje meeleven met u. Ja. Grappig. Dat vind ik ontzettend geweldig. Ja. Kent u Rutger Hauer? Eh? Rutger Hauer, uw buurman, kent u die? Nee, die ken ik niet. Nee. We hebben elkaar nog nooit verder gezien. Nee. Nog nooit verder gezien. Nee. Rutger, waarom had jij onmiddellijk zin? Want ik vind het toch wel heel bijzonder dat je het doet. Ik vind het ook trouwens erg bijzonder dat je hier bij ons zit. Waarom had je zin om dit meteen te doen? Nou, omdat ik heb een soort. Ja, de zin kwam voor het eerste omdat ze me vroeg. En het tweede omdat ik het zo'n mooi filmpje vond. En het derde omdat ik het ontzettend leuk vind als het lukken wil. Daar rij je. omdat ik het zo leuk vind om iets over de grens te tillen. En dat het door een stem alleen gewoon naar Dubai gaat en naar New York. Dat mm-hmm. Dat vind ik zo onvoorstelbaar mooi. Het kietelt me enorm dat ik denk, als ze zitten in Dubai te kijken met een bril naar hem en zijn leven in zijn kamer. Ja. En dat het kan. En omgekeerd kan het misschien ook. Mm-hmm. Dus misschien kan jij dan een andere keer naar Dubai toe. Ja. u vond dit al een behoorlijke reis, hè, naar Amsterdam? Nou, het was flink, ja. Ja. Ik vond het een lange reis, ja. Ja. Dan ga je zo niet op de fiets zijn. Wat, sorry? Niet op de fiets. Nee. Mark-Marie. U slaapt niet meer in de bedstee? Nee. Het is zo. Dat was mijn ouders getrouwd zijn. Toen kocht mijn grootvader een heel oud huisje. Dat was allemaal opgemesseld met leem. Ja. En we hadden in voorhuis leem, in het achterhuis leem. Het was allemaal leem. En toen hebben ze nog in 1920... en toen hebben ze nog in gewoond tot 1965... Oh. Maar toen kwam er zo'n scheur in, hè. Tegenwoordig, ik stond er versteld van die mooie nieuwe gebouwen. Breek ze maar zo af, hè. Mm-hmm. Ja. Het is zonde. Ja. Het is zonde. Het is ook zonde. Ze zijn niet versleten. Nee. Ze kan nog jaren mee. Ja. Ze zijn gewoon lelijk. Ja. Even kijken hoe het werkt. Want Mark-Marie gaat nu de bril opzetten. Dan moet je niet al te heftig met je hoofd bewegen. Nee, dat had ik... Ja, je mag het niet zo doen, want dat is een beetje...
verontrustend. Ja. Oh, nou, ik denk dat je dit even afzet, af? Ja. 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 Oh, ja. Kijk, nu zie je... Ja, zie je? Hij is iets aan in my brother in het vuur aan. En we horen Rutger. Fijne stem, hè? Ja. Yes. Oh. En bewegen ze iets met je hoofd naar de... Ik dacht dat het niet mocht. Nee, maar zachtjes. En even naar het plafond, Marc-Marie, zachtjes naar het plafond. Oh, kijk. Ja, rook, zie je dat? Kijk je naar... Het is toch fascinerend? Ja. Anke, jij hebt al een keer een boek gemaakt, Nestblijvers. Over mensen die geboren worden in het huis waar ze ook uiteindelijk zullen sterven. Die zijn nooit verhuisd, hebben altijd in hetzelfde huis gewoond. Daar was Egbert er volgens mij ook al één van. Ja. En wat is die, want het is een ontroerend portret van hem. Het werkt ook ontzettend leuk met die... Wat is de idee hierachter? Hoe kwam je hierop? Nou, het idee van de laatste stoel, dat kwam eigenlijk meer uit een andere fotoserie die ik ooit had gemaakt. Ik dacht van, oh ja, heel veel oudere mensen hebben zo'n belangrijke stoel waar ze eigenlijk steeds meer tijd op doorbrengen. En toen zei een vriend van ons, oh, dat is echt iets voor de Oculus Rift. En ik was samen met Jessie en dacht van, oh ja, wat is dat eigenlijk? En toen gingen we dat helemaal uitzoeken. En inderdaad, dacht ik, ja, dat is zo mooi. Zo'n klein verhaal in zo'n bril. En dat je er dan echt kan zijn. Dus echt dat je die beleving hebt dat je ergens bent, echt. Ja. Ja, ik dacht, daar is dit perfect voor. En ik ken Egbert nu intussen al heel lang. Dus ik ken zijn manier van leven heel goed. En het is ook juist omdat we hem zo goed kennen... zo prettig dat je je als bezoeker ook een bekende bezoeker voelt. Ja, maar daar werkt het heel fijn. Het werkt, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb het vanmiddag natuurlijk geprobeerd. Het werkt echt ontzettend goed. Wat zit u te eten eigenlijk? U zit hier lekker uit de pan te eten? Eet het wel helemaal op. Wat is het? Wat heeft u gemaakt voor uzelf? Nou, het is zo... Ik kookte altijd mijn eigen potje nog. Ja. Ja. Ah, dat was op de kachel, hè? Koken en dan... Maar toen kreeg ik een bezoek van Stedeling en die wil met me eten. En toen zegt hij, waar heb je de jus, of hoe noem je dat, Ja. Waar heb je die? Ik zeg, die gebruik ik niet. Nee. Wat heb je dan met de aardappels? Ik zeg, spekvet. Ja. Spekvet, ja. Ja, natuurlijk. Dat was altijd zo, spekvet. Ja. Maar dit was iets van boerenkool of zo, wat u nu zat te eten. Op de film eet u boerenkool. Ja, ja, zeker. Nou, je moet het zien. Dat vind ik fijn. Ja, ja, heerlijk. Het is mooi dat er verschillende smaken zijn. Ja. Anders was het zo eentonig. Ja. Ja, precies. Elke dag iets anders. Ja, dat vind ik. Ieder mens is anders. Zeker. Ja, ja zeker. Zeker. Ja, zeker. En dat is ook mooi. Ja, dat vind ik ook. Vind ik ook. Ja. Rutger, hoe is het met jou? Ja, goed. Je bent nu in Nederland. Ja. Dan woon je ergens mooi in Friesland, volgens mij. Ja, zeker. Dat betekent dat je even vrij hebt of dat je rust hebt? Nou, als ik hier ben, heb ik altijd vakantie. Precies. Ja. En staat er weer iets? Ben je weer op weg naar Amerika? Nou, ik heb heel veel gedaan ondertussen. En er staat ook wel heel veel op stapel. Maar dat vertel ik je gewoon een andere keer. Ja, maar het past toch wel heel... Zo vaak zie ik je niet. Nou, nee, zeker. Maar nou, ik heb een televisieserie gedaan in Canada, 6 uur. Dat was vorig jaar. En die is net uitgezonden voor Sci-Fi en Universal. Dat was echt wel een groot object. En ik heb een sitcom gedaan in Londen. Daar willen ze dus 6 nieuwe episodes van hebben. En dat is ook ontzettend leuk en heel erg belachelijk. Echt ongelooflijk leuk om te doen. En ongelooflijk moeilijk, omdat de timing zo... Er zat te veel, te leuk, te snel in. Okay. Dus dat was sneller dan wat je ooit gezien hebt. Die Britten, als die snel praten, dan versta ik ze zelf niet eens. Nee. Dus dat was, dat was best wel... dat was best wel een kluif, dus dat ga ik waarschijnlijk ook doen. En ik ben bezig met een korte film, nog een andere korte film. Die ik binnenkort ga draaien, waarschijnlijk in Zoutkamp. Nou, dat is vies. Egbert, wel eens naar de bioscoop geweest? Nou, dat zal ik even vertellen. Toen was ik 16 jaar was, toen kwam er een mooie film. Sterrenstralen overal. Sterrenstralen ja. Overal. Ja. Dat was een mooie film. Ja. Nou ja, toen zijn ik met mijn kameraden naar Meppel gefietst. Oh. En de bioscoop. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Maar verder voor de rest, nee. dat is de enige film die u ooit hebt gezien? Sterrenstralen overal? Nee, ik heb er meer gezien. Oh. Ja. Maar... Ik hou meer van toneelstukken. Oh. Okay. Ja. Ja. Ja, want wij zijn naar de Tamboer in Hoogeveen geweest. En daar was de
een mooi stuk van de jongens van de... Hoe heet het nou weer? De Ko van Dijk? Ko van Dijk? Nee, de jongens van de Bontekoe. Oh, schipjongens van Bontekoe. Ja. Oh ja, 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 ja. Die had ik nog nooit gezien. Wij hadden zelf in het dorp... Vroeger had je ook een... Ik heb meer dan 30 jaar bij de zangvereniging geweest. Had je ook een toneelstukje. Maar dat is heel verschil met die beroepslui. Ja, ja, ja. Jongen, jongen, jongen. Nee, maar ik vroeg me af, Soldaat van Oranje is een van de mooiste Nederlandse films ooit gemaakt. Ja. Heeft u die toevallig gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Nee, 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 want daar speelt Rutger de hoofdrol in. Ja, ja, ja. Ja, ja, geeft niks, hoor. Ja. Ja. Sterren stralen overal. Sterren stralen overal. Hey, dat... Er blijft, ik vind het best leuk hoor dat er wat van overblijft van de bril gebeuren. Ja. Maar wat ik zo mooi vind, wat je zegt in de film, het is een 19 minuten documentaire. Het is een mini-documentaire, maar het is zo'n mooi portret. Maar er zijn twee dingen waar jij het over hebt. Je zegt, waarom zijn mensen altijd zo ontevreden? Daar begrijp ik niks van. Dat is één ding en dat leg je dan een beetje uit. En het andere is dat je zegt, van als je mens gezond bent en je doet je werk, dan heb je toch een mooi leven. En dat vind ik zo echt... Weet je wel, dat gaat echt recht door je hart even. Ja, ja. En dat, ja, dat ja. Nou. Dank jullie wel. Ja. Er zijn zoveel ontevreden mensen. Ja. Dat snap ik niet. Nee. Daar gaan we nou niet over zeuren. Je kunt hier altijd eten zoals je wilt. Ja. En je kunt hier lopen zoals je wilt. En... Daar gaan we nou even over zeuren. Ja. Dank jullie wel. Ja.